Volg Rode JC Kerkrade ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. In het Belgische plaatsje Wommersom wonen slechts 1700 mensen. Een van die inwoners is oud-Roda-speler Tom Soetaars. De aanvaller die zijn professionele voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen, is in zijn dorp eigenaar van een café. Ik had het vroeger al gekocht van de mensen die het toen hadden, eigenlijk een achttal jaren geleden toen ik nog bij Ajax voetbalde. En meer als een investering, ik heb het dan altijd verhuurd. En een tweetal jaar geleden zijn die mensen er wegens omstandigheden mee gestopt. En had ik twee keuzes, ofwel het verder verhuren voor weer 9 jaar, ofwel er zelf iets van maken, want we hebben het ook helemaal vernieuwd. Dus heb ik ervoor gekozen om het zelf gaan uit te baten met wel personeel, met mensen die er wel in staan, want ik sta er zelf eigenlijk weinig in. Het is iets van het dorp. Ik ben ook een jongen van hier. Ik ben hier eigenlijk opgegroeid. Ik ben hier beginnen voetballen. En het leek me gewoon leuk om dicht bij huis iets te hebben, om handen te hebben, om ergens mee bezig te zijn. En daarom heb ik die keuze gemaakt. Want toen was je nog niet officieel gestopt met profvoetbal, toch? Nee, toen was ik bezig aan mijn laatste jaar bij KV Mechelen als prof. Het was de bedoeling om daarna nog verder te doen, maar door omstandigheden, blessures en zo, was dat eigenlijk wel mijn laatste jaar. Ja. En hoe voel je je daarover dat je laatste jaar is geweest, dat je ermee bent gestopt? Veel mensen vragen me dat en ik moet zeggen, ik mis het niet. Ik had ook zoiets van, ik was eigenlijk nog maar 31 jaar, maar ik had het gevoel dat mijn lichaam niet meer mee wou. Als ik een wedstrijd speelde, had ik 3, 4, 5 dagen nodig om te recupereren, kleine blessuurtjes. Ik was einde contract bij Mechelen en ik had een zware blessure aan de buikspieren. En dan heb ik nog gewacht tot september, oktober en je voelt dan dat niet loskomt. En om dan echt te blijven wachten, terwijl dat je weet dat het toch gedaan is, dan heb ik gekozen om bij een derde klasse ploeg te gaan voetballen. Wijchmaal een jaartje daar te gaan voetballen en dat te combineren met dit. En zo toch een jaartje nadenken van wat en hoe het nu verder moet. Soetaars begon zijn voetbalcarrière bij het Brusselse Anderlecht. In 1999 vertrok de 19-jarige linksbuiten naar Kerkrade om daar vervolgens 4 jaar te blijven. Ik had twee keuzes op dat moment. Het was Spanje of Roda. Het was Malaga of Roda. Natuurlijk, het aanbod van Malaga was natuurlijk veel aanlokkelijker. Goed weer. Ja, het salaris was het drievoudige van wat ik bij Roda kon verdienen. Maar mijn vader, die mijn zaken toen een beetje behartigde, was eerst alleen gaan kijken. Had met de betreurde voorzitter nog gepraat. Had met Sef Vergoossen gepraat. Toen was er ook het project van het nieuwe stadion dat eraan kwam. Daar waren ze aan het bouwen. En hij heeft meteen gezegd, dat moet je doen. Fantastische club. Warme mensen. En Soetaars kan veel in deze tweede helft. Soetaars doet het dus maar zelf. En zo is het dan toch 1-0. Soetaars die een voortreffelijke tweede helft speelt, heeft ook wel recht om te scoren. Ik ben ook iemand die heel gevoelig is aan sfeer en al hetgeen wat er rond gebeurt. Dat was ook een beetje een probleem bij Ajax misschien, te zakelijk allemaal, waarbij ik me niet zo goed voelde. Maar ja, Roda is absoluut de beste stap geweest op het moment dat ik zo jong was. En dat is de vrije doortocht voor Tom Soetaars. Het feest is compleet, het is 3-0 voor Rode JC. FC Den Bosch geeft weinig mogelijkheden weg, maar dit is een hele grote en die wordt niet onbenut gelaten door Tom Soetaars. Soetaars van grote afstand en wat een doelpunt! Wat een doelpunt van Tom Soetaars! Als we kijken naar de cijfers bij jouw clubs, dan heb je bij Roda 98 wedstrijden gespeeld. Dat is de eredivisie. Ja. En 23 keer gescoord. Dat is het meeste wat je bij iedere andere club hebt behaald. Ja. Was dat voor jou ook de beste tijd? Bij Genk heb ik ook wel 1 of 2 goede jaren gehad. Maar mijn ganse periode, als je kijkt, de ganse periode bij Roda is voor mij de leukste periode geweest. De meest productieve periode ook voor mezelf. Ik scoorde toch bijna 1 op 3. Voor een buitenspeler is dat niet slecht.
maar ook de periode waar ik het meeste geleerd heb, zowel op als naast het veld. Het was mijn eerste stap als echt prof zijn. Oké, ik zat bij Anderlecht 2 jaar in de A-kern, maar je speelde nooit mee. En nu moest je toch omgaan met de situatie dat je altijd speelt en dat het elke keer goed moet zijn. Maar vooral ook naast het veld heb ik in Kerkrade heel veel geleerd van met mensen omgaan en dat je dat het niet allemaal vanzelf komt, dat je ook moet geven. De inmiddels 32-jarige Soetaar staat nog iedere week op het voetbalveld als speler-trainer van WS Wommersom. Dat is een tweede provinciale club. Het is gewoon leuk omdat daar heb ik niet 2 keer trainen per week. En je zit hier met vrienden, ik zit met allemaal vrienden in de ploeg. We staan ook vierde. Dus het is gewoon gezellig. En het niveau stelt op zich nog wel redelijk wat voor. Het is niet zoals vroeger, maar ik vind het gewoon belangrijk ook dat ik me nuttig maak in mijn dorp, in mijn omgeving. Tom Soetaars, welkom. Goedenavond. Na zijn café en zijn voetbalteam is Soetaars ook druk bezig met zijn werk als analist bij de Belgische betaalzender Sporting Telenet. Ja, Bergen doet het goed. Anderlecht moet om zijn leidersplaats te houden. Dus het is wel een wedstrijd om naar uit te kijken. En nou ben je dus voetbalanalist, je bent trainer-speler en je bent eetcaféhouder. Ja. Wat is voor jou het belangrijkste in de toekomst? Ik zou graag als trainer hoger op willen. Ik heb ook mijn diploma als trainer, dus ik heb bewust gekozen om dat te halen. Ik heb ook al aanbiedingen gehad van hogere clubs om daar trainer te worden, maar ik wil het vooral nog combineren met voetbal, omdat ik vind nog dat ik te graag voetbal speel om echt al trainer te zijn. En als je hogerop gaat, moet je ook echt de keuze maken. Moet je daar 100% voor bezig zijn. Dus ik tast nu een beetje alles af. En ik heb voor mezelf voorgenomen dat ik tot mijn 35e, dat is toch nog 2,5 jaar, een beetje ga kijken wat ik echt graag wil. En een beetje kat uit de boom kijken. En als ik dan een trainerscarrière ambieer, kan ik dan nog daarin wel groeien. Maar op dit moment is een beetje alles samen. Al wat ik graag doe eigenlijk. En we zien wel wat de toekomst brengt. Maar sowieso zal het iets met voetbal zijn. Soetaars moet hem voor zijn linker hebben. Soetaars doet het met links. En doet het fantastisch met links. Zo schiet de Belg zijn 10e van het seizoen binnen. 2-0 voor Roda.